Attention, attention. Ik heb zojuist met een aantal Lionel Messi fans Lionel Messi ook daadwerkelijk ontmoet. En niet om stoer te doen, maar normaal gesproken maak ik video's met voetballers in hun vrije tijd. Nu is het letterlijk een meet and greet. Je ontmoet iemand, je ziet hem even, krijgt een handtekening en that's it. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga dit wel doen, maar op één voorwaarde. Ik wil iemand anders blij maken. Namelijk Andres, mijn collega. Hij werkt in mijn bedrijf. Deze man is Argentijn, half Argentijn, en hij is helemaal weg van Lionel Messi. Dus eerst probeerde ik hem mee te krijgen, maar er was te weinig plek. Toen zei ik, weet je wat, als ik daar ben, ga ik met Messi facetimen, zodat jij één op één met hem contact hebt. En misschien kan ik wel een handtekening regelen voor jou en je zoon. Maar nu eerst een korte stadiontour hier, in het stadion van Paris Saint-Germain. Oké, ergens in het stadion. Ik weet niet waar ik precies ben, maar volgens mij is dit de catacombe. Dat leidt uiteindelijk naar het veld. Ici, c'est Paris. Is dit de catacombe? Staat hier Mbappé, Messi, Neymar, Hakimi en de rest of the gang. Daar ben ik dan, in een soort van catacombe volgens mij. En deze mensen komen helemaal uit Brazil? No? Canada? Hi. Hello, hello, hello. Even promotie van mijn bal natuurlijk. Ja, ja, iedereen aan de balie. Iedereen aan de balie. Hoppa. Morgen is dus de laatste wedstrijd van Lionel Messi hier in dit stadion. Want zoals iedereen weet gaat hij weg. Waar naartoe? Weet ik op dit moment niet. Ik zou het mooi vinden als hij terug naar Barça gaat. We veiligen een panna geven in het stadion van PSG. Wedstrijd waarschijnlijk uitfietsen. This is the dressing room of... Yes. Mbappé, Neymar. Mbappé, Neymar. Hier. Mbappé en Neymar zitten hier zo. Dat betekent dat Hakimi ook ergens hier zit. Wow. Messi is hier in front. Hier, in the middle. Messi chillt gewoon hier. Hij is hier de king. De kleedkamer is zo groot dat de coach waarschijnlijk moet schreeuwen tijdens de bespreking. Wat ik me echt afvraag, of zeg maar zo'n trainer ook echt dit gebruikt. Je traint gewoon de hele week met elkaar, je legt alles aan elkaar uit. En of dan dit nog nodig is, I don't know. Hij staat in ieder geval heel erg mooi. Wie kan mij uitleggen waarom de twee velden staan op een bord? Misschien dat hier het gaat om van aanval naar verdedigen of zo, of van verdedigen naar aanvallen. Nee, wat zeg ik nou allemaal? Mooi, ik weet het niet. Respect, ambition, goat. Ja, valt toch wel tegen dat ze wel de goat zeg maar communiceren, maar ze hebben nog geen Champions League gewonnen. Oh, yo, Mbappé heeft gewoon zijn eigen ruimte. Serieus? Familie, friends. Ja, yeah, zijn eigen skybox gewoon. Hey, hey. Mbappé, als je dit ooit ziet, begin me uit te nodigen hier. Kalma. Dit is wel vet hoor. Mbappé heeft gewoon zijn eigen skybox, gewoon zijn eigen room. Waar dan zijn vrienden en familie komen. Nou, goed uitzicht. Zo. Ik ben nu in de fanshop van PSG. Ja, ik dacht, weet je wat? Laat me iets uitkiezen voor de trouwe kijkers. Laat weten in de comments waarom jij Messi de beste aller tijden vindt. En de meest originele comment, die krijgt van mij een prijs. Wat wel belangrijk is, zorg ervoor dat je lid bent van FC Straat. Dat is gratis, hè? Via fcstraat.com, via je profiel. Dan krijg je dan een FC Straat lidnummer, zo'n nummer. En die moet je wel bij je comment plaatsen. Want als jij een prijs wint en we kennen jouw FC Straatnummer niet, hoe kunnen we jou dan connecten? Wat je gewoon minder vindt, is... Ja, het zijn allemaal verschillende maten en ik weet nu niet wie de winnaar is. Dus ik zit eigenlijk te denken aan deze PSG bal. Het is toch wel vet om deze te hebben, toch? Let's go. Dit wordt hem. Klaar. Ik ga die bal wel even testen voor jullie. My skills are not good? Yes, yes. Hé, hey, ze haalt gewoon mijn show weg, hè? Zeg, je mag niet meer. Hierachter is het hotel waar het allemaal gaat gebeuren. Hier komt straks Lionel Messi. En je ziet dat ik een ander shirt aan heb. Dit shirt is niet zomaar een shirt. Ik ga je binnen vertellen waarom deze speciaal is en waarom ik deze heb aangetrokken. Let's go. Ja, we gaan even helemaal terug in de tijd naar de kleine Messi. Hij speelde voor Newell's Old Boys. Maradona heeft daar ook gespeeld en gaf later zijn shirt als cadeau aan Messi. Toen Maradona was overleden, wou Messi een ode doen aan deze legende. Messi had een wedstrijd met FC
Barcelona en de avond daarvoor gebeurde er iets bijzonders. Hij zag in zijn huis een deurtje openstaan, een kamer vol met trofees en shirts. Normaal gesproken is deze deur dicht, dus ging hij naar binnen en zag hij het shirt wat Maradona hem cadeau gegeven had op een stoel. Hij wist meteen dat hij dit shirt onder zijn Barça shirt zou dragen. En als hij zou scoren, zou hij het shirt van Barça uitdoen. Nu begrijp je waarom dit tenue wat ik aan heb zo bijzonder is. Het doel is om dit shirt van mijn amigo Andres te signeren, maar ook een handtekening te scoren voor zijn zoontje Thiago. En een handtekening op de wedstrijdticket van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk. Hier gaat het trouwens allemaal plaatsvinden. Er staan ook al shirtjes van Messi klaar. Makkelijk om te gaan signeren. Ik heb alvast die wedstrijdticket van die finale van Frankrijk tegen Argentinië heb ik hier geplaatst. Spannend? Ja, het gaat nu wel steeds meer omhoog. Messi of Ronaldo? Messi. Ja, dat zeg je omdat hij nu komt. Nee. Hey. Nee. Paparazzi. Hey, ja, daar is hij. De hele kijk eens even, wat voor Yuko heb jij bij je? Ja, dit valt mee, dit is meer een zeg maar de Messi-camera. This guy comes all the way from Chicago. Correct. You love Messi. We love Messi, yeah. You say we, who's we? We, the whole world. The whole world. But everyone loves it. Someone told me you are more a fan of Ronaldo. No. Oh, put down the camera. Okay. Vette. De echte wereldbeker is hier ook gewoon. We hebben daarachter de replica, maar dit is de echte. De grote meneer zei al die tijd dat hij niet zenuwachtig is. Hij hoort nu nog 10 minuten en dan komt Messi eraan. En opeens, wat gebeurt er? Slecht zetten. Huh? Wat gebeurt er? Ja, toch een beetje zenuwachtig. Een beetje? Hij zei niet een beetje, hè? Heel erg. Hey, hallo. Laat me voelen. Wat gebeurt er met jou? Waarom pak je nou opeens je telefoon? Random. 6 minuten. Heb je zijn nummer? Ja. Weet je wat hier nu gebeurt, of niet? Opeens allemaal beveiliging. Dan weet je van, oké, het moment is bijna daar. Deze deur is ook net dicht gedaan. Kijk. Ze gaan gewoon zelfs repeteren hoe die deur open moet. Kijk. Hoppa. Nu wordt het druk. Oh, hij is gewoon binnen. Wij zitten allemaal aan de andere kant te kijken, maar hij is gewoon hier. Wajo. Daar is hij gewoon, de one and only. Voor velen, de goat. Start. Ik heb nog geen oogcontact met hem gehad. Oh, my man. Hey. Oh, Hugo. Hierna ben jij? Ja? Deze man van Chicago is niet aan de buurt. Yes, hier, Hugo. Hugo, yeah, alright. You go. Okay. Andres, you ready? That's it. Oh, yes. Neem. Oh. Buenos días, ¿qué tal? Nice to meet you. This is Andres from Argentina. Hey! Yeah. You could not be here. Yes, this shirt. You know this shirt, huh? Very much. So? Yeah. Okay, goed de mond. For you, Andres. Especially for you. You want to say something? Okay. Hello. Sí. Yeah. Andres. Thank you. Can we move the table? Can we make one group? Well, here? Yeah. One. If you move to the table. Yes. Yeah. But before we move. The table? Yeah. Yeah. Para Thiago. Muchas gracias. Oi. Puro. Hey, para Thiago, eh? This shirt is coming to you, and tomorrow you go to his game, okay? With Thiago. Thank you, man. I'll see you later, yeah?
Ciao, ciao. Tja, prachtig om mijn vriend Andres zo gelukkig te zien. Het was kort maar krachtig. Hij was daarna samen met zijn zoontje naar de laatste wedstrijd van Messi gegaan. Zijn zoontje had echt de tijd van zijn leven. Trouwens, Hugo is volgens mij inmiddels bijgekomen. Even kijken hoe het met hem gaat. Ja, hoe was dat nou? Leuk. Ja. Opeens was hij binnen. Ja, ik dacht, ik kom daar binnen. Maar hij komt daar binnen. Ze hebben ons geflasht, hè? Ja. Ze dachten daar en toen was hij daar. Ja, daarom. Oei, 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 oei. Toch een mooi moment samen gehad, hè? Zeker. Of niet? Daarom. Ja, we hebben het gedaan. We hebben het gedaan. Zo. Zo. There we go. Oh, yeah. Is dat oké? Yes. To be honest, I was at the end. I got nervous. I don't know why. Yes. You cried. I see. Is this from you? Is this from you? Yes. Hey. Okay. This is a friend of mine. This is a brand. If you become good friends with me, then maybe I can give you free product. Yeah, good. Yeah. People from Germany, yeah. They want free products. Ja, ik moet toch nog even speciaal nog een keer jou bedanken. Wat kunnen we verwachten van Space Scooter de komende periode? Dat we met een heleboel nieuwe producten gaan komen, maar dan gaan we je van op de hoogte stellen. Tot slot, ik heb reclame gemaakt voor Space Scooter, nu ga jij reclame maken voor mijn YouTube-kanaal. Zeg maar allemaal abonneren en liken, duimpje omhoog. Even hier liken en daar abonneren, duimpje omhoog. Voor deze video. Al dus de man. En heb je geen wifi, alleen wifi van je buurman of buurvrouw.